François, puntje tegen de koploper. Had je daar vooraf voor getekend? Vooraf. Ja, je gaat altijd om te winnen. Maar ik denk als je bij de koploper gaat spelen en je zit in de serie die wij hebben neergezet nu met 9 uit 3, wellicht wel. Ja, ben je tevreden met hoe het is verlopen vandaag? En denk je van uiteindelijk van misschien had er nog wel iets meer in gezeten? Nou, als je uiteindelijk kijkt naar de wedstrijd, denk ik dat het dan een puntje prima is. Ik denk als wij hadden gewonnen, dan hadden we denk ik wat te veel van het goede gekregen. Ze hebben ook wat kansen gehad, zeker in de tweede helft. Alleen wij in de tegenstoot ook nog wel een aantal mogelijkheden. Dus ik denk dat het wel twee kanten op kon vallen. Dus uiteindelijk denk ik dat een punt voor ons zeker prima is. Ik denk dat we op zich nog wel tevreden kunnen zijn met het gelijkspel. Ik denk dat Cambuur gewoon een goede ploeg en koploper natuurlijk. Ze hadden nog wel een aantal goede kansen waar Matthijs, onze keeper, ons goed redt. Maar ik denk dat wij af en toe nog wel gevaarlijker uitkwamen. Dat wij misschien het doelpuntje ook nog hadden kunnen maken. Maar achteraf denk ik dat we wel tevreden kunnen zijn met het gelijkspel. Cambuur is gewoon een goed voetballende ploeg. Ja, als je ziet ook de laatste thuiswedstrijden hoeveel goals ze gemaakt hebben. Volgens mij thuis ongeslagen. De laatste 5 wedstrijden volgens mij meer dan 20 goals gescoord thuis. Dus een goed voetballende ploeg. Dus je wil ze wel hoog onder druk zetten, hè, daar waar kan. Hadden we ook afgesproken. Nou, we kregen daar de eerste helft niet heel veel druk op. Dus eigenlijk de tweede helft besloten om iets lager te gaan staan op het veld. En daar wat druk te zetten en in omschakelingen gevaarlijk te zijn. Nou, dat ging beter. Ja, uiteindelijk is Cambuur wel een goede ploeg en creëren ze ook gewoon een aantal kansen. Waar Matthijs ons redt een aantal keren. Aan de andere kant hebben we die omschakeling wel ook een aantal kansen zelf gecreëerd. Dus uiteindelijk denk ik dan een punt prima is. Ja, je startte weer centraal achterin. Uiteindelijk kreeg Rens van Eijden, toen hij weer fit was, de voorkeur boven jij. Hoe kijk jij het aan tegen die wissel? Ja, is natuurlijk zelf persoonlijk wel wat lastig. Ik kwam weer in de ploeg. Ik denk dat ik het prima had gedaan. En dan als je weer een stapje terug moet doen, is natuurlijk altijd lastig. Maar was ik ook nog even geblesseerd. Maar ik ben gelukkig nu weer fit en ik moet gewoon doen waar ik zelf invloed op heb. En dat is goed trainen en wedstrijden die ik krijg gewoon goed in te vullen. En dat heb ik denk ik ook wel vandaag gedaan. Ja, was je tevreden met je eigen spel vandaag? Ja, ik denk dat het op zich achterin wel goed stond. Dat ik af en toe nog wel goede bal heb kunnen redden. En ik kijk wel op zich met een goed gevoel terug op deze wedstrijd. Dan is er één speler die bij mij in ieder geval in de gedachten springt die daar heel goed in is. Dat was Anthony Moussaba, die ook vorige week 2 keer trefzeker was in de bekerwedstrijd. Toch stond hij niet op het opstellingsformulier. Wat was jouw gedachte daarbij? Nou, we hebben de laatste weken, in de beginfase van de competitie, waren we het ook een beetje zoekende, zeker voorin. Een aantal mutaties gehad met Sian Fleming in de spits, Olen naar links. Daar waren we niet helemaal tevreden over hoe dat daarvoor ging. Nou, uiteindelijk wil je ook niet iedere week de hele opstellingen door elkaar heen gooien. En we hadden met deze jongens gewoon ook 9 punten gehad door 3 wedstrijden. Nou, die bekerwedstrijd kwam er tussendoor, dus dan kunnen er ook prima een aantal andere jongens spelen. Die kunnen we daar ook moeiteloos inbrengen. Tom Overtoom, Terry, Anthony Moussaba, die ook specifieke kwaliteiten hebben. Dan zie je ook, als je Anthony inbrengt, dat hij specifieke kwaliteiten heeft. Uiteindelijk waren de keuzes eigenlijk gewoon gebaseerd op de laatste weken waarin we prima resultaten hebben gehaald. Ja, je houdt nu 4 keer op rij de 0, dus nu ook met jou centraal achterin. Dat moet toch wel lekker voelen, denk ik. Ja, dus het is altijd lekker om als ploeg weer de 0 te houden. 4 keer op rij, dat betekent dat we goed bezig zijn en moeten we nu proberen ze vast te houden. Ja, wat denk je? Je speelt natuurlijk ook nog voor een periode. Je hebt nu een aantal wedstrijden voor je waarvan je denkt van, nou, er valt nog wel iets te halen. Denk je dat er nog iets in zit? Ja, op papier zijn de wedstrijden die komen natuurlijk wel wat makkelijker. Maar dat klinkt zo cliché, maar elke wedstrijd is een wedstrijd op zich. Ik denk, als wij heel veel energie erin steken, dan kunnen we elke ploeg het heel lastig maken en heel goed voetbal spelen, zoals je vandaag ook wel gezien. Maar als we dat niet doen, dan kunnen we ook tegen elke ploeg heel lastig krijgen, zoals bijvoorbeeld Dordrecht uit. Dus we moeten altijd blijven waken, ook tegen de op papier wat mindere tegenstanders. Dus we gaan nu wel volle focus verder en we hopen dat we deze periode gewoon de hele competitie gewoon zo door blijven kunnen gaan. Ja, prima resultaten, 4 keer de 0 ook. Van Eijden is nu terug en meteen hou je 4 keer de 0. Welke rol heeft hij daarin gespeeld? Ja, dat is ook een wijziging geweest, hè, ten opzichte van het begin van het seizoen. Rens is steeds fitter geraakt. Op een gegeven moment moet je een keuze maken. Het is niet zo dat Frank Sturing het daar heel slecht had gedaan. Maar uiteindelijk diende Rens zich aan. En dan kijk je ook een beetje naar ervaring en wat heeft het team op dat moment nodig. Nou, daar hebben we er toch voor gekozen om Rens daar op dat moment neer te zetten. Nou, dan zie je ook inderdaad, of dat nou alleen aan Rens ligt of de rest van het team die daarin groeit, dat weet ik niet. Dat je meer stabiliteit hebt in het team. En dan kun je ook langer meedoen in wedstrijden en geef je ook minder makkelijk doelpunten weg. Nou, moet ik wel zeggen dat de doelpunten die we toen tegenkregen ook heel veel kwamen uit corners en vrije trappen en afgeslagen corners. Ja, dat is allemaal wat beter nu, wat stabieler. Nou, dan zie je ook dat je langer in wedstrijden kunt blijven. En welke rol ga jij daarin spelen, ook in de nabije toekomst als Kvida zo meteen weer terug is van zijn blessure? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan het trainers vragen. Ik denk dat Joost het natuurlijk ook prima heeft gedaan. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. We hebben veel goede centrale verdedigers, dus dat is positief.
Maar ja, ik hoop natuurlijk dat ik ga spelen, want ja, ik ben een voetballer en wil natuurlijk altijd spelen. Maar ja, ik moet doen waar ik invloed op heb en dat, ja, dat doe ik. Ja, de periode, je staat er goed voor in de tweede periode. Kijkend naar het programma, wat jullie nog krijgen, wat zie je daar van kansen liggen? Ja, ik heb de rest van de uitslagen nog niet gezien. Je begon volgens mij net met de vraag, teken je bij Cambuur uit voor een punt? Nou, dan zeg ik misschien wel ja. Maar uiteindelijk moeten we nu volgens mij top Os en Helmond Sport. Ja, dat zijn op papier teams waar je van moet winnen. Is niet zo makkelijk gedaan als ik het nu zeg. En dan ga je weer kijken natuurlijk naar die stand en uiteindelijk naar die periode die dan op zijn einde loopt. Dus ja, volgende week top Os eerst maar eens zien te verslaan. Dat is niet zo makkelijk zoals ik het nu zeg, maar wel aan onze stand verplicht om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dan doe je denk ik echt goede zaken in de periode. Dan kun je ergens kijken van hoe staan we daarvoor en kunnen we daarvoor gaan op dat moment. Ja, je moet van die ploegen winnen. Dat moesten de afgelopen 3 wedstrijden ook. Dat waren toch ploegen die op papier minder waren. Ligt die favoriete rol jullie wel? Want ik denk het eigenlijk wel als je kijkt naar de resultaten in de afgelopen weken. Ja, dat is dubbel. Er zijn ook een aantal tegenstanders bij geweest die heel ver ingezakt zijn. Jong PSV ook, die ons spel laten maken. Hebben wij soms best de moeite mee. Die wedstrijd PSV ook viel die bal een beetje uit een gelukkige kluts volgens mij. Dus daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Ja, favoriete rol weet ik niet. Wij vinden gewoon thuis dat wij iedereen moeilijk kunnen maken. Of het nou de Graafschap is of Go Ahead. En Top Os met alle respect. Ja, goed, dan zullen we het spel moeten maken. Willen we ook. En dan moeten wij maar zorgen dat we aanvallen en uiteindelijk meer goals maken. Ja, Os is ook wel een club waar jij een verleden hebt natuurlijk. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, goed. Dat is op dat moment natuurlijk niet zo mooi geëindigd voor mij. Dus wat dat betreft mooie kans om daarop revanche te nemen. Maar uiteindelijk kijk ik naar onze eigen ploeg. En willen wij 3 punten halen om uiteindelijk weer stappen te maken in die periode. En wie weet wat dat nog oplevert. En uiteindelijk, kijk, gaat hand in hand. Hè. Als je die wedstrijd ook wint, dan stap je ook weer in de gewone stand weer stapjes omhoog. En levert dat misschien aan het einde van het seizoen een klassering op, waardoor je iets tastbaars nog hebt. Dus dat is het belangrijkste. Laten we het hopen. Succes. Succes. Okay, goeie reis terug. Dank je.